Let's go to Retro. Ga dit jongens. Kom op. Oké, dit potje. Die pump shotgun is chill. Als je dubbel pump hebt, kan je heel erg snel mensen dood krijgen. Dus dat gaan we doen. Alleen we moeten even wat meer actie komen. Weer ingekomen worden met het schieten. Dat moet wat beter gaan. Want nu toe gaat het niet heel erg snel en soepeltjes. Het is heel erg traag nog. En ja, dat heb ik altijd in het begin van de game. Dat. Oh, zo. Hey, simpele game, jongen. Met mij gaat het goed, jongen. Welkom bij de stream. Als je er bent, precies, Dylan. Ja, precies, hè. Ja, hoe heet dat? Ik had met Guus voor het middageten gingen videos opnemen. Voor zijn kanaal begonnen we eerst mee. Nou, dan ga je de hele tijd dood door ons in het begin. Dat was echt dat laatste potje wat we toen voor, probeerden op te nemen, was echt heel apart. Nou, dat was heel raar. En dan gaan we één keer voor mijn kanaal opnemen. Nou, en winnen we gelijk. Nou, dat is echt niet normaal. Dat is echt heel erg. Maar ja, dat was wel... ja, je moet gewoon inkomen, jongens. En daarna gaat alles fucking goed, jongens. Maar kom op, even hoppa, hoppa. Nou, AR. Ik wil wel nog steeds die pump shot winnen. Want daar zat iemand. Ik zag hem landen daar. Hoppakee. Nou, is dit iets? Nee, is een mini shield. Nou, dat neem ik wel mee. Is wel chill. Hoppa. Waarom is mijn mod weg? Afro Lenny. Omdat ik... ja, ik ga niet eens uitleggen. Je weet het. En anders... ja, dan is dat pretty kut. Ik zou nog één keer voor je uitleggen. Dit is omdat ik... Nou, oh, lekker. Na zoveel tijd, als je moderator bent, ben je moderator kwijt. Het is eigenlijk heel simpel. Maar anders blijven er de hele tijd zoveel mods. En want ik blijf mijn moderators natuurlijk... giveaway gewoon om de 100 abonnees. Want dat vind ik gewoon leuk om te doen. Dan vind ik iets terug naar jullie, weet je wel. Alleen dan moet je inderdaad ook gewoon wat moderators verwijderen. Die al heel lang erbij zijn. Zodat je weer plek hebt voor nieuwe moderators. En daarom doe ik af en toe. Dan ben je mod kwijt. Maar je kan hem ook gewoon weer terugverdienen. Het is gewoon. Hè, dat het gewoon blijvend kan zijn. JD Vlogger, denk voor de sub, jongen. Super bedankt, gast. Zodat er gewoon ook andere mensen de kans hebben, natuurlijk. Om moderator te worden. Ik ga even mijn. Dit ga ik even omwisselen. Dat vind ik niet chill. Ik vind de shotgun wel wat beter om even als tweede head te hebben. Dus ja, dan weet je dat. Dat je... Ja, je mod is niet forever, zeg maar. Oh, hier is iemand flink belaagd. En hij zit daar nog steeds. Ik ga naar binnen. Hij heeft een scar. Oh my god, ik schoot de hele tijd tegen die kutplank of die muur aan. Oh my god, wat dom. Oké, die mini shields kan ik niet meer gebruiken, dus die gaan we even inruilen. Of nee, fuck dit, we nemen ze wel mee. Hier, hop, waar is die andere? Zit iemand? Oh my god, wat deed hij? Ik wou even niet naar dood gaan, man. Oh my god, let op. Zullen we het doen? Peter, we gaan het doen. Kijk, hier kan ik nog even doorheen lopen. Dan zoeren we dit even neer. Ik had gewoon zin om de hele tijd te switchen, man. Ik zag een sniperkogel langs mijn oren. Sorry, mijn naam is Fred. Je moeder heeft een dik bed. Dankjewel voor de pret. Ik weet niet wat ik zie, jongens. Dat heb ik altijd als ik gewoon aan het kutten ben. Oh, ik zag hem. Dat was die sniper guy. Ja, bingo. Holy shit. Hij is dood of niet? Is hij dood? Of was hij daar binnen? Ik werd in ieder geval van ergens gesniped, jongen. Daar hebben we de boosdoener. Die zit nu daar. Ik weet niet of die guy leeft. Ik hoop het even van niet. Daar zit iemand. Daar. Kom op, ga even healen of zo. Hij gaat niet healen.
Ik heb het gevoel dat zijn 1 wel goed is en die van mij niet. Hij zit achter dat steen of niet? Hij zit achter de boom. Bingo. Okay. Zenuwslopend, jongens. Ik zeg je eerlijk, als je goed gaat, is dit spel zo zenuwachtig gewoon. Kut. Oh, kut. Ik moet reloaden. Wist ik wel. Nou, hij zit daar. Oké, dan gaan we daarheen. Ik hoorde iemand reloaden. Ja. Hier was scheef. Hij ook. Jongens. Mijn aim, let daar vooral niet op, man. Het is echt nog even... Fuck, ik hoorde hem reloaden daarbinnen. Het is echt nog even wennen, man. Holy shit. Maar we killen ze wel. Dat is in ieder geval een ding. Ik hoorde hem reloaden in de vrachtwagen, man. Holy shit. GG. Oeh. Oeh. Het scheelt niks. We hebben ook weer wat traps. Hij zit daar. Zou ik gewoon zijn bunker gaan bestormen? Stormen. Ik ga gewoon helemaal via de... andere kant van die berg, ga ik daar zo. En dan probeer ik hem te bonjouren met, of met traps, zou ik dat doen? Dat ik hem helemaal ga inbouwen en dan allemaal traps naar in de binnenkant gooien. We gaan iets verzinnen om deze guy te killen. Ik moet er heel even mee wachten. Hi. Hij heeft mijn hoeden nou door. Oké. Okay. Hij zit dus daar. Wij zitten hier. Dat is een feit. Tuurlijk. Wat gaan we doen? Ik weet al wat we gaan doen. Ik heb precies 15 ijzer overgehouden. Ik moet niet doodgaan. Om hier omhoog te proberen te kunnen komen. Oké, dan slopen we dit. Snel. Dus dan kan je in mijn nek te schieten. Hij heeft geen hout, of wel? Nee. Nu wel. We hebben weer genoeg hout, jongens. Waar komen die schoten vandaan? Oh, daar. Volgens mij zie ik een stippie. Dit is een boom. Waar de fuck kwamen al die schoten vandaan? Hij zit op dat fucking ding, ouwe. Op dat fucking ding. Oh, what the fuck? Oh, die kogel is niet geregistreerd. Dat is heel raar, die glitch. Hij zit daar. Oh, oh, shield. Schiet gewoon, ik zie hem niet eens. Hij is zo ver weg, hè? En ik heb zijn shield, dat is chill. Moet ik even mijn omgeving opletten. Mag ik hem niet zo'n mooi raampje erin? Nee, kut, dit is niet van mij gebouwd natuurlijk. Ja, kamers. Ik kan niet tegen campers, maar deze man die overtreft het wel, hoor. Jongens. Mogen we een duimpje mogen voor die? Holy shit. Oh ja, thanks jongens. Groene pump. Lekker jongens. Jullie zijn baas. Thanks ouwe. Thanks voor de tip. Ik zit hier net niet safe. Maar ik vind het een chille plek om nog niet om nu al te gaan. Want ik heb hier heel erg goed uitzicht op overal, jongen. Ik kan overal kijken. Kijk, bijvoorbeeld die guy. Die had ik dan niet gezien. Als die raak was ik echt... Dan had ik een pil genomen. Gewoon een ecstasy pil.
En dat is ook weer over. Je moet niet te lang pieken natuurlijk. Die guy gaat daarheen. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Mijn aim is nog heel erg kut. Oké, daar zit dus een guy. We hebben... we hebben voldoende loot. Dat is chill. Hij gaat dus achter die muurtjes, dat denk ik. We kunnen nog steeds hier blijven, man. Hij zit niet safe, hij zit hier safe. 296 kijkers, holy shit. Welkom allemaal. Ik moet even een slokje water drinken, anders ga ik dood. Hoorde dat geluid, ouwe? Hoorde dat geluid, jongens? Jongens, super bedankt allemaal voor de subs, man. Dat is echt niet normaal. Hij zit dus daar. Daar. Maar dat is natuurlijk niet... Oké, de safe zone komt. Oeh, dat is een airdrop. Die werd gepakt uit een stadje. Dat gebeuren daar. Even zien. Ja, die guy blijft heel lang zitten. Maar ik ga ook nog heel even zitten hoor. Even kijken of niemand uit de safe zone komt. Dat bedoel ik. Arme guy. Hij doet zo erg zijn best. En dan is hij shield kwijt. En zoals deze guy. Arme stakker. Dat bedoel ik. Arme stakker. Ik moet niet zo cool doen. Ik weet het, jongens. Ik ben gewoon cool. We gaan rennen. Holy shit. Wat was dat een lekkere kill. Het feit dat hij gewoon 200 HP verliest door mijn schot is gewoon sick. Ik verneuk het heel erg hard. Kut, zijn loot kan ik niet meer pakken. We zitten safe. Kut, ik heb niet zoveel shit. Daar wordt gebouwd. Ik ben hier nog nooit geweest, jongens. Jullie wel? Holy damn. Ziet er best wel sick uit. Sorry dat ik een beetje stil ben, jongens. Sorry. We moeten het gewoon even doen. Dit kan onze eerste win van de stream worden. Daar. Dat was echt moken dichtbij. Ik moet even deze boom slopen. Wat zit ik op een kutplek? Het gevecht speelt daar zich af. 340 kijkers, welkom. Daar ligt steen. Kut, hekkie. Ik zeg hek. Zijn ze nou aan het team of wat? Dag team. Ik heb een shotgun gedropt, zie ik nu.
Is het safe? Is dat hem? Ik dacht dat legit dat het laatste was. Die 360. Oh. Hij loopt. Ah, fate toe. Oh my god. Dat had er binnen de schot kunnen zijn. Als ik nu dood ga, als ik nu ga pieken, hè. Hoe gay is dat gewoon? Oké, dat ga ik niet meer doen. Dat ga ik sowieso dood. Hij zit ook niet safe. Ik ook niet. 383k is lag, jongens. Ik heb geen lag, man. Easy peasy, little...